Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Terrorists, 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 terrorists. We lezen in het ochtendblad dat er een banket geweest is in een of andere stad. Waar Poets heeft gedronken op het veld van zijn land. Waar de oorlog werd gewonnen met de vijgels in de hand. S'avonds lezen we in de kranten. Weer een boot getorpedeerd. Zoveel mensen uitgevaren. Zoveel maar teruggekeerd. Zoveel tonnen gaan verloren. Zoveel monden zonder brood. Zoveel vrouwen, zoveel kinderen. Dichter bij de hongerdood. Maar s'morgens welke vreugde lezen we in het ochtendblad. Van een rijk en deftig wezel in de een of andere stad. Waar Saddam heeft gedronken op zijn uitgehongerd land. Allah heeft geprezen met het wijgers in de hand. Elke dag nieuwe ellende, nieuwe armoede, nieuwe rouw. Elke dag kijk ons vertrouwen in de mensen weer in klauw. Maar ze vragen we hoe lang nog de oorlog waanzin duurt. Welke afgezanten thuis ons hele wereld toch gestuurd. En ze gaan de diplomaten naar een vleesbouw in pakket. Satan heeft dat hoofd in tafel, zich als schenker neergezet. En hij vult dat met een grijnslag, telkens malen tot de rand. Met het rode bloed der volkeren.